Ja, opwinding. Opwinding over die opening van de Olympische Spelen. Ja, maar ja, mensen schrijven van mij, Harry, wat vind jij er dan van? Ja, dat hele gedoe over dat zogenaamde laatste avondmaal. Het interesseert me geen bal. Het kan mij, waarschijnlijk kan ik me helemaal niet over opwinden. Dat is alleen maar dat die lui daar wil laten zien van, kijk, ons is modern zijn en woke en nieuw en ja, kijk, die. Ga lekker in je gang met je flauwekul. Ja, dat sloeg toch ook helemaal nergens op. Ja, en dan moet dat transgender gebeuren, moet maar door al die strotten gedouwd worden, zo geforceerd, dat het die hele beweging gewoon ook helemaal geen goed doet op die manier. Maar goed, en daar heb ik me niet zo over opgewonden. Ik heb me gewoon meer opgewonden over het feit, want ik heb dus voor het eerst die hele opening zitten kijken en het was gewoon heel erg slecht, vrienden. Het was gewoon 100 keer niks. Maar daar heb ik bijna niemand over gehoord. Ja, heel af en toe. Maar in de kranten en ook de commentatoren op tv. We waren allemaal razend enthousiast. Wat een geweldig. Wow, prachtige opening. Uniek. Fantastische opening. Ah, laat me nou toch niet lachen. Helemaal geen fantastische opening. Een openluchtdiscotheek en maar op die platform en maar dansen en maar dansen en maar dansen tot ik er helemaal scheel van werd. En dan kwamen die landen op die boten en de Netherlands, 2 seconden en weer weg. En ik kon helemaal niet zien wie daar stonden namens de Netherlands. En niks, al die landen die woep, woep en dan ging het maar voorbij. En dat sloeg helemaal nergens op. En dat had ook helemaal geen sportsfeer daarbuiten. Dat moet gewoon in een stadion. Maar dat moest ook allemaal weer anders en nieuw. En kijk ons eens eventjes daar in Parijs. Ach nee. En dan was het ook nog eens een keer zo'n traag als stront, vrienden. Ik weet niet hoe lang zitten kijken naar een of andere figuur op een ijzeren paard door het water. En dat ging maar door en dat hield niet op. Oh man. En ik zat maar te schreeuwen naar de tv. Ja, kom op nou. Schiet even een beetje op. Dik dat een beetje in. Het kan 2 uur korter, al die flauwekul. En daarna gingen we nog eens een keertje, weet ik veel hoe lang, met het Olympische vuur rond. Tjo. Ja, en die, en dan nog een keer die, en nog een keer, en nog een keer. En traag, en langzaam. Ai, 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 ai. Daar had ik mensen over willen horen, veel meer. Daar had het over moeten gaan. Dat het gewoon los van Celine Dion, nou, dat was de enige wat nog een beetje hout sneed daar op die Eiffeltoren. Maar verder was het gewoon aller slechtste opening sinds tijden.